Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Dit is Joy. Ik ben zo gestrest hier. En dit is Bart. Bart. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Echt dit? Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Goed gedaan, jongen. Dit is Joy en Bart. Hey Bart, hoe gaat het? Hey Joy, ja, heel goed. Hoe is het met jou dan? Ja, ook goed. Even een vraagje. Kijk, ons intronummer, die ken je wel. Ja. Dat vind ik echt een superleuk nummer, maar volgens mij kan die nog wel een beetje opgespiced worden, denk je niet? Ja, maar hoe wil je dat doen dan? Nou, ik ken die gasten van Child's Play. Dat is een DJ-groep, ken je die? Ja. Nou, die kunnen dat denk ik heel leuk. Ze weten alleen nog van niks, dus ik heb ze een beetje met een smoes ergens heen gelokt. Dus de vraag is, Joy, kom je ook gezellig mee? Is goed, gezellig. Top, oké, zie ik je zo, ja? Tot zo. Joy, top dat je er bent. Ja. Die drie gasten van Child's Play die zitten als het goed is al binnen. En dat zijn Don, Steven en Steve. Ze weten alleen niet helemaal precies wat ik van plan ben met onze leader. Maar we zouden sowieso toch naar de studio gaan. Wat doen we hier dan? Nou, ik wilde ze eigenlijk eerst even wat beter leren kennen. Oké. Ja, vind je dat goed? En ik heb daar iets heel leuks voor bedacht. Maar daarvoor moeten we wel naar binnen. Oké. Hoeveel van dit soort hartjes komen er voor in deze aflevering? En dan maak je kans op een tablet. Goed je best doen en dat gaan wij nu ook doen. Kom, let's go. Joy? Ja. Zitten ze? Hoe is het, jongens? Hoi. Nou, Bart en ik kwamen binnen en we zagen Child's Play al aan de tafel zitten. En ze kwamen echt als hele stoere jongens over. Vertel, wat is met jullie? Ja, goed man, met jou? Ja, heel goed, heel goed. Even voor de kijkers thuis, wie is Child's Play precies? Child's Play is een DJ-act en we zijn met z'n drietjes. Hebben we een DJ, DJ Kid Q, MC Don en ik ben producer Kianu. En dat is Child's Play. Jullie heten Child's Play, even vrij vertaald kinderspel. Waarom heten jullie zo? Don is met die naam gekomen. Child's Play is letterlijk vertaald kinderspel. En we doen gewoon zelf waar we zin in hebben, net als kleine kinderen. Dus daarom eigenlijk Child's Play. Ik heb iets stofs geregeld. Zijn jullie een beetje goed met stokken? Ligt eraan wat we gaan doen met stokken. Ik kan wel met stokjes eten. Dat is al een pre. Ik zou zeggen, volg mij. Ja, top. Hier is het. Kijk, jullie zien er natuurlijk een beetje stoer uit. Gewoon stoere gasten. Dus ik denk, gaan we een stoer spel doen? Kijk hoe sterk jullie zijn. En de bedoeling is dus dat Joy en ik het tegen jullie gaan opnemen. En niet zomaar, nee, we willen jullie ook even beter leren kennen. Dus gaan we jullie in de tussentijd vragen stellen. En het is dan aan jullie om die zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te beantwoorden. Nou, ik vond het heel erg grappig dat Bartje het had geregeld. Want het is natuurlijk een hele andere manier van interviewen. Wat is je leukste nummer? Bar, man. Ben je ochtendmens of avondmens? Avond. Wie is jullie voorbeeld? Het Major Lazer DJ Snake. Wat is je lievelingssport? Ik denk kickbox. Nou, het ging niet heel erg goed bij mij. Dat doen kinderen ook. Nou, bij Bart ging het wel heel erg goed. En ik weet niet hoe hij het doet, maar hij kreeg ze er allemaal vanaf. Concentreer ook toch. Heb je een vriendin? Ja. Nee, ik heb geen groepjes. Keno heeft alle groepjes. Ja. Zo, nou, dat ging niet heel goed bij mij. Maar ik denk dat we wel genoeg over jullie weten. Dus zullen we naar de studio toe gaan? Ja, toch? Ja, let's go. Wat een vette studio, jongens. Dankjewel. Dus jij bent de producer, jij bent de DJ. Ja. En wat doe jij precies? Ik ben de MC. Ik loop het podium op en spreek de mensen aan. Vraag de mensen om de handen in de lucht te doen. Vraag de mensen om te springen. Heb je wel eens gehad dat je ze opvraagt, allemaal de handjes in de lucht. En dat je iedereen zo die ze aan blijft kijken en niks doet. Nee, je moet het ook een beetje aanvoelen. Je kan niet overal hetzelfde doen, zeg maar. Ja. Heb je het ook wel eens helemaal verkeerd aangevoeld? Dat het gewoon compleet misgaat vanavond? Ik heb wel eens iets verkeerd aangevoeld. Dat, zeg maar, dit is u. Mm-hmm. Dus er stonden allemaal u. En ik dacht dat het teken was voor spring. Zeg maar, stage diver. Toen sprong ik voor.
vol de crowd in op de grond. Maar ik werd wel weer opgetild en omhoog en zo. Dus dat was wel tof. Maar... Jij maakt dus alle liedjes, maar ben je niet bang dat alles op elkaar gaat lijken? Veel mensen zullen wel een beetje denken, ja, gebruik dezelfde sampletjes of dezelfde dingetjes. Maar dat is gewoon mijn muziek, zeg maar. Dus dat is een beetje logisch dat het op elkaar gaat lijken. Nou, Bart en ik hadden ook nog een vraag voor jullie. We hebben namelijk een intro liedje bij Joy en Bart en die vinden we een beetje saai worden. Kunnen jullie het misschien in een Child's Play jasje stoppen? Ja, denk het wel toch, boys? Yes! Hey. Oké, nou, het heeft al wel... zit gitaren in. Het is alles alleen behalve jullie sound. Dus misschien kunnen we er iets van een sausje overheen maken. Ja, ja. Moet ik even nadenken. Maar ik denk al dat ik een beetje weet wat ik ga doen. Want het heeft nu best wel een rockband-achtige vibe, zeg maar. Ik denk sowieso dat ik, zeg maar, alle drums ga weghalen. Dus ik ga alleen het beginnetje gebruiken. Want met de rest kan ik niks. En ik ga daaronder dan ga ik dan bouwen met sounds, denk ik. Klinkt ingewikkeld, maar ik zou zeggen, let's go. Let's go. Terwijl Bart bezig was met Steve om het intronummer te veranderen, kreeg ik een rondleiding in het kantoor van Steven. Nou, dit is onze kantoorruimte. Hierachter dus. Ja. En hier geef ik heel af en toe geef ik draailes aan Kian op onze draaitafel. Kan je mij misschien ook DJ-les geven? Wil je dat? Als het kan. Ja, ja, ik kan het proberen, toch? Wat wij heel vaak gebruiken is gewoon... ja, hele simpele akkoorden, maar met mooie, ronde zomerse soundjes, zeg maar. Blij, zomer. Dat je nog gewoon proberen eronder. Wel, hoe maakt dat, waarom is dat een zomers geluidje? Dus als je dit hoort, dan denk je aan... Ja. Als ik in een zwembad duik. Ja, toch, dan denk je aan zomer, zon, palmbomen. En dat, daar houden wij van. Dat is... All about the positive vibe, snap je? Dus, dit is gewoon positief en het klinkt gewoon helder en blij. En dat is gewoon, dat kan deze tune ook gebruiken, toch? Je hebt het al een paar keer over gehad, over bubbling, maar wat is het precies? Ja, bubbling is een muziekstroom, komt uit Jamaica oorspronkelijk. En het is heel, ja, het is heel exotisch en heel zomers. En het is gewoon lekker om op te dansen. Heer, dit is een heel standaard bubbling loopje, zeg maar. Ja, dus dat is een beetje Child's Play jasje. Alleen nog één dingetje, want in de intro van Joy en Bart zitten natuurlijk Joy en ik die wat zeggen van dit is Joy en dit is Bart. Misschien kunnen we dat er nog onder zetten, zodat het ook wat vetter klinkt. Vond je het niet lastig om dit allemaal uit je hoofd te leren of zo? Nou, kijk, weet je wat het is? Toen ik zeg maar, voordat ik begon met draaien, een vriend van mij had een draaitafel. Dacht ik, oké, ik ga het gewoon proberen. En uiteindelijk blijkt dat je gewoon 80% van de knopjes niet gebruikt. Kijk, wat we gaan doen... zodra de refrein begint, dus het refrein waar net is geweest, gaan we wachten tot de volgende. Zodra die begint, ga jij de volgende track erin draaien. Oké. 2, 1, 2. Heel veel zet omhoog. Oké, dit gaan we nog een keertje doen. Ik vond het nog best wel lastig, want je moet op de maat moet je dan het liedje veranderen. Oké, 3, 2, 1. Doe maar omhoog. Maar een hoop nog. 3, 2, 1. Ik heb de hele hoofd gedaan. Ja. Het is niet zo heel moeilijk, toch? Dit is Joy en Bart. Woe. Nou, klinkt op zich al heel goed. Alleen misschien kunnen we het nog iets vetter maken en iets meer Child's Play. Dus ik zie daar een microfoon. Oh, je gaat zingen. Misschien, als wij dan, misschien kunnen we tot een leuk ideetje komen. Zullen we eens een beetje kijken wat het... En dit is Bart. Welkom bij de showcase van de nieuwe intro van Joy en Bart. Nu even aan jullie de vraag wat jullie ervan vinden. Ik heb nog iets geprobeerd om in te zingen. Dit is Joy. En dit is Bart. En samen duiken wij in de wereld van sport, fashion, showbiz. We gaan backstage, onstage, op onderzoek uit. Dit is Joy en Bart. Is wel een tune, toch? Als je hem komisch wilt brengen, is dat wel een goeie, maar... Nee, maar ik heb Bart wel horen zingen. Hij kan wel goed zingen, maar voor deze tune, ja. Mogen die anderen ook horen? Zeker, laat hem snel uitzetten. Dit
is Joy. En dit is Bart. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Dit is Joy en Bart. Zo. Nou, die vond ik denk ik zelf iets beter. Ik ook hoor, Joy. Want dan hoor je de muziek ook beter. En ja, zat ook zelf een beetje mee te swingen. Ja, ik vond het wel mooi dat de muziek beter naar voren komt. Ja, ja. Dat klonk vooral aan. Ja, gewoon in de oorschelpen. Onwijs bedankt. Ja. Echt te gek. Jullie ook bedankt en onwijs veel succes de komende tijd. Nou, dat was leuk. Nou, ik vond het echt superleuk. En ik hoop dat jij thuis goed hebt opgelet, want hoeveel van dit soort hartjes zaten er in de aflevering? En deze telt dan niet mee. En de winnaar, die wint, Joy, een... tablet. Weet jij het juiste antwoord, stuurt dan naar dit e-mailadres. En hier staat ook de winnaar van vorige week gefeliciteerd. En dan zien we jou volgende week weer terug. Doei!